Hoi, ik ben Dennis. En ik ben Ghetto. Welkom bij de Dutch Nerd Club. We zijn hier op de Amsterdam Comic Con, de allereerste editie. We staan naast een imposante, maar ook een beetje angstaanjagende Marty McFly. Achter een hele mooie DeLorean. We gaan kijken wat we vandaag binnen allemaal kunnen zien aan cosplayers, merchandise, films. Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Jij wel? Veel. Veel wat? Alles. Ik denk dat het veel wordt. Ja. Ik heb nog geen idee. We zijn ook bij Dutch Comic Con geweest in Utrecht en nu zijn we dus in Amsterdam. Dutch Comic Con was al mega, dus ik verwacht hier hetzelfde. Dit wordt georganiseerd door de mensen die het ook in Londen organiseren. London Comic Con, mega grote con. Dus ja, dat kan alleen maar goed zijn, denk ik. Ja, ik ben ook ontzettend nieuwsgierig. En ik hoop dat het mijn verwachtingen kan voldoen, dan wel overtreffen. Vet. Heb je het warm? Hallo! Heb je het warm? Ik heb het behoorlijk warm. Vind je het leuk? Ik vind het heel erg leuk. Hoe lang ben jij? Normaal of nu? Nu? Nu ongeveer 2,70. 2,70? En dat is gewoon 70 centimeter langer dan onze cameraman en die is al 2 meter. Ja. Hoe lang heb je aan het pak gewerkt? Een klein jaar. En waar is het van gemaakt? Vooral karton, papier-mâché en houten stelten zitten erin. En bloed, zweet en tranen. Behoorlijk, ja. Heb je leren stelt lopen voor dit pak? Ja. Respect. Respect. Heel vet. Heel erg bedankt voor dit korte interview. Jij verdient een slokje water. Ja, inderdaad. Dankjewel. We staan voor een indrukwekkende hoeveelheid, maar ook van een flink formaat Lego bouwwerken. Een aantal daarvan heeft hij gebouwd. We waren best wel onder de indruk van de kwaliteit van alle bouwwerken. Dus we dachten, laten we eens even iemand aanspreken. Lars, ja. Je zei het me net al, maar welke van deze bouwwerken zijn van jou? Ik heb hier voornamelijk het Star Wars diorama, ja? De Harry Potter, de eetzaal, de Broken Tower uit Game of Thrones en de poort van Winterfell uit Game of Thrones. Die heb ik allemaal gebouwd. Oh, en hier nog de neergestorte X-Wing. Oké. En hier nog ook een X-Wing. Dus ja, redelijk wat. Ja, behoorlijk wat X-Wings, maar ook behoorlijk wat eigenlijk de wat mythische stijl. Ja, ja. Heeft een van de twee jouw voorkeur of specialisme? Nee, wat mijn voorkeur heeft is zeg maar een beetje de fanboy-achtige dingen. Dus Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Lord of the Rings, al die dingen. Oh, eigenlijk de grote franchises inderdaad. Ja, ja, ja. En daar, uit Marvel heb ik eigenlijk niks gebouwd, maar dat vind ik ook heel leuk. Ja. Dus ja, het is van alles. Eigenlijk perfect dus ook voor op een beurs als dit, hè, die alleen maar draait om franchises. Ja. Viel me op dat een aantal van je collega's ook goed een aantal franchises uiteenlopen van A-Team tot Bassie en Adriaan hebben gebouwd. Is dat een trend of wordt dat al langer gedaan? Er wordt al van alles gebouwd. De Lego-bouwer is redelijk onafhankelijk, dus die bouwt gewoon wat hij zelf wil. Natuurlijk. Had ik net verteld, dat is Ralf hierachter. Die bouwt al jaren allerlei iconische voertuigen. Dus uit de A-Team, van die A-Team, Bassie en Adriaan. En dan heeft hij ook figuurtjes erbij gebouwd. Dat is gewoon zijn ding. De minifig formaat of de medium size? De medium size. Oké. Okay. Ja, die zijn wat beter te bouwen natuurlijk. En die passen wat, zeg maar, de schaal die jij nodig hebt voor die voertuigen, die is groter dan de minifiguurschaal. Ja. Dus daarom bouwt hij die figuurtjes. En dan kun je ze wat meer customizen. Ja, dan kan je meer details in kwijt.
Heb je het opnieuw of opgepakt of heb je het nooit laten liggen, de Lego? Ik heb het opnieuw opgepakt. Bij mij kwam het weer terug toen ik 6 jaar geleden een keer ging verhuizen en mijn Lego-trein onder mijn bed vandaan kwam. En ik dacht, goh, laat ik die weer eens bouwen. Ja? Nou, dat werkte nog allemaal. Toen dacht ik, nou, misschien nog een paar treintjes via Marktplaats. Nou, en dat is de geschiedenis. Ja, hoeveel kisten zijn er nu? In kisten, ik heb sowieso een kist of 4, 5 van die grote bezolder staan met sets erin. Ja? En ik heb een Lego kamer in mijn huis. Oh, fantastisch. Hallo, dit is Jesse van de Dutch Suicide Squad. En zoals je ziet is ze gecosplayed als Harley Quinn. En we hebben vandaag eigenlijk best wel veel Harley Quinns gezien. Wat vind je daarvan om niet uniek te zijn? Gebeurt vaker. Ja. Ik cosplay Harley Quinn zelf al best wel een tijdje. En ook allemaal diverse outfits van haar. En elke keer zie je al die Harley Quinns terugkomen. Ja. Dus het is maar net even iets zoeken om er tussenuit te springen. En ik doe dat met mijn props. Oh, dat is heel goed. Maar jullie zijn dus de Dutch Suicide Squad. Ja. Dus jullie pakken het wel wat groter aan. Dus als jullie naar een beurs gaan, dan gaan jullie altijd als groep. Dus het moet allemaal wel kloppen natuurlijk. Ja, we zijn inderdaad als groep. En ja, inderdaad, het moet wel kloppen. En ik doe altijd mijn best om daar zo goed mogelijk aan te voldoen. En moet ik respecteer iedereen. Hè. Ik vind het superleuk als mensen het heel leuk vinden om als Harley Quinn te cosplayen. Maar er lopen het ook aardig wat Harley Quinns bij. Waarvan ik denk van, nou ja, weet je, je hebt de t-shirtje uit de kast getrokken en 2 stukken lipstift over je ogen getrokken en nu ben je Harley Quinn. Vind je dat niet jammer? Dat je denkt van, het kan, je kunt er zoveel meer mee doen, weet je wel? Dat is waar. Maar zolang die mensen ook maar goed in hun vel zitten en dat gewoon er blij mee zijn, klopt, helemaal. Ja. Dan vind ik dat helemaal prima. Want natuurlijk, het kost best wel veel geld om zo'n hele outfit te maken en alle props erbij ook. Dus als je gewoon gelukkig kan zijn met het shirtje en dan naar een conventie kan gaan, dan is het ook prima. Jullie zijn als squad, zeg maar. Worden jullie uitgenodigd of zeggen van, jullie melden je aan van, wij willen graag meedoen of wij willen graag als groep dat rondlopen? Of? Ja, dat verschilt. Want zoals El Mundo, volgende week vindt dat plaats, worden we ook gewoon voor uitgenodigd. Voor Amsterdam Comic Con nu hebben we zelf wel een berichtje gedaan. Maar nu staan we ook gewoon hier als gast. Dus het verschilt echt gewoon eigenlijk per conventie. Wij staan hier naast Eugène en die zagen we net in het fantastische Hulkbuster pak. En hevig zwetend en nou is hij Captain Teak, bekend van Pirates of the Caribbean, de vader van Jack Sparrow. En, maar we willen hem even een paar vragen stellen over dat pak. Waarom ben je eraan begonnen? Hoe kwam je erop? Ik had al eerder een Optimus Prime cosplay gemaakt, die ook heel groot was, ongeveer 2,20 meter. En dat was heel goed bevallen. Dus ik denk, ik wil gewoon nog iets maken wat nog groter is. En hij is van karton en papier-mâché. Ja, voornamelijk wel. Ik kan me voorstellen dat voordat je zoiets gaat maken, dat je echt wel een tekening moet maken van, is het stevig? En weet je wel, welke punten moet ik zorgen dat ze extra verstevigd zijn? Of dat ik niet in elkaar donder als ik op die beurs sta? Ik heb een soort van basis, harnas eerst, zeg maar, gemaakt. In ieder geval voor de bovenkant. En toen dat op een gegeven moment goed zat, dan kon ik daar omheen bouwen, zeg maar. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Nou, hoeveel versies maak je dan voordat je... Ja, precies. Want je moet heel veel corrigeren natuurlijk. De die je vandaag gezien hebt, was de tweede versie. Dus ik had al een torso eerder gemaakt. Ja. Maar die was gewoon van, die was minder gedetailleerd dan deze, zeg maar. Dus eigenlijk meer simpeler. Ja.
Dus dit was eigenlijk de tweede versie al. En je zei daar straks al dat dit is de eerste. Je zei daar straks al dat dit de eerste pak is waarvoor je stelten gebruikt, toch? Klopt. Ja. Dat heb je ook geleerd voor dit pak. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, heel eng en nog steeds. Dus ik moet ook heel erg zeggen dat ik hetgene wat ik hier gelopen heb vandaag was ook de eerste stappen die ik heb gezet. In het openbaar dus? Ja, ik heb het een paar keer bij mijn thuis buiten het huis aangehad. Maar toen heb ik niet meer dan een paar stapjes links en rechts en voor naar achter gedaan en zo. Wauw. Dus ik vond al heel wat. Ja, ik ook. Heb je iets van mobiliteit verder in dat pak, kun je alleen maar lopen? Want ik zag dat je die armen, die heb je zo vast. Of die heb je zo van onder vast. Klopt, ja. Kun je wel iets doen met je armen of is het echt alleen maar lopen? Nee, je kan lopen en de armen kunnen naar voren, naar achter en een klein beetje opzij. Ook niet heel veel. Maar daar is het eigenlijk wel zo'n beetje. En is dit het ultieme pak of is er nog een volgende pak waarvan je denkt, daar ga ik nou voor, Optimus Prime en de ik wil een Optimus Prime 2.0 maken. Ja. Want mijn eerste Optimus Prime, daar zaten plateauzolen in, in de benen. Dus dat was lopen, dat was al helemaal niks. Ja. Dus die wil ik nu ook met stelten gaan maken. Ja. En dan nog gedetailleerder als de vorige. Wij zagen net ook een hele vette Bumblebee op de rondlopen. Ja, een hele goede vriend van me. We hebben een beetje samen. Ja, we hebben een beetje samen gedaan. Ook tegelijkertijd een eigen. Hoe noem je? Heeft dit een naam, zo'n megapak? Of een steltpak? Ja, het blijft gewoon een cosplay. Eigenlijk. Ja, het is een cosplay natuurlijk. Ja. Maar ik kom uit het zuiden, hij komt uit het noorden. En dus veel via Facebook en app contact gehad. Wat leuk. En vandaag zagen we dan elkaar eindelijk weer hier. Om het allebei te dragen. Dennis, ja? Wat vind je ervan? Ik vond het druk, heel druk, leuk, maar ik denk wel dat als je op andere cons bent geweest, dat je dan niks nieuws hier aantreft. Nee, ik vond Dutch Comic Con leuker. Misschien wel, ja. Ze hebben wel hele leuke acteurs, maar dat is niet voldoende om de beurs leuk te maken. Nee, en volgende keer wel graag een grotere hal, want het was echt dringen. En warm. Ik hou het niet lang meer vol. Nee. We gaan. Doei. Dag. Dag. Volg ons. Facebook, YouTube. Dag. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, hè.